Good morning guys. Het is inderdaad morgen. Het is 7:15. En ik ben nog helemaal aangekleed en helemaal klaar. Want ik ga zo naar met de auto. We ook ophalen met onze auto. Een beetje moeilijk doet. En we niet stil willen staan. Dus straks met pech of zo. Dus we halen zo de auto van mijn opa op. En dan ga ik even naar school. Om dus de laatste cadeautjes te brengen. Wat ik dus gisteren heb verteld in de vlog. Dit is mijn outfit. Lekker makkelijk een wit t-shirtje, zwart kort broekje en mijn felgroene Nikes. Dat zijn dus de schoenen waar ik het gisteren over had in de vlog, als je het kan herinneren. Dat ik dus de verkeerde levering en verkeerde kleur heb gehad en zo. Dus, maar ja, de schoenen zijn goed, maar de kleur is verkeerd. Maar niet echt. Op zich is dit ook wel heel cool. Het is niet echt mijn kleur, maar ja, je kan ze moeilijk in de kast laten staan voor 94 euro. Hoe is het buiten? Het schijnt nu al 25 graden te zijn, om 7:15 ochtends. Dus ik heb de hele nacht met deze handdoek geslapen, omdat hij zo koud is. Dus het was echt super warm vannacht. Ik heb amper kunnen slapen, maar ja, goed. In ieder geval ga ik nu naar beneden even gaan wat eten. En daar onderweg naar school. Ik denk dat mijn moeder meegaat naar binnen, ik weet het niet zeker. Ik hoop het wel. En ik zou kijken of ik het een vlog. Nou jongens, nu ben ik dus bij mijn opa thuis de auto ophalen. En dan gaan we zo gelijk door naar school. Dus let's do it. Nou jongens, dat hebben we gehad. Ik zal zo wat foto's plaatsen zodat jullie kunnen zien. Nou, hoe ik het heb gehad. En het was super leuk. Ik vond het super leuk. En ja, het was gewoon super gezellig. Nu ben ik even onderweg naar de opticien. Om mijn bril te stellen. En ja, verder loop ik nu even naar het dorpcentrum. Ja, op zich. Verder gewoon een leuke tijd gehad op school. Dus nu onderweg naar de opticien. Nou jongens, ik ben weer thuis. Met alle moeite ga ik nu mijn vlog editen en uploaden. Ik zou moeten. Ik kan het ook vanavond doen, maar dan gaat hij rond 12 vannacht pas online ofzo. En dat wil ik ook niet doen. Dus ik zit hier naar mijn fan achter me. Lekker hard te waaien. Zit ik mijn vlog te editen. Of nou ja, ga ik zo doen. Maar laat ik me zet opstarten. Welkom. Dus ja, in ieder geval. Het is niet te hard hier zo. Het is hier bloedheet. Het is hier boven 35 graden in mijn kamer met ventilator aan. Dus ja, het is aardig warm, kan ik je vertellen. Maar ja, ik ga dus even de vlog editen nu. En ja, dan zien jullie wel als ik klaar ben. Nee jongens, ik ga buiten even de spullen in orde maken, omdat het gaat zo meteen onweer als het goed is. Wat ik op zich niet heel eng vind, dat betekent, of heel erg vind bedoel ik, omdat dat betekent dat het dan gewoon wat koeler wordt, hopelijk buiten. Dus ja, ik ga mijn moeder even helpen en beneden de dingen klaarmaken en dan ben ik zo weer boven. En ik ben klaar jongens, en het is ook precies 4 uur, oftewel mijn vlog gaat nu online. Check. Het is precies 4 uur. Wacht, ik doe het makkelijker. Het is precies 4 uur. Dus laat ik hem gaan uploaden. Hij is online. Come watch my vlog, guys. Nee jongens, de deurbel gaat net. En ja, we krijgen een pakje, maar... Mijn naam staat erop en het is deze grote doos. Wat is dat? Nou, wat is dat? Cool.
Maar... ik heb dus geen flauw idee voor wie dit komt. Dit is zo weird. Dit is echt raar. Huh? Wie kan het komen dan? Zo geweest. Ik weet van wie het is. Het is van mijn oom en tante. Die hebben dit opgestuurd. Ik heb ze volgens mij de hele familie zo wat afgevoerd. Mijn tante heb ik afgebeld. Mijn opa en oma. Ja, eerst mijn opa en oma, toen mijn tante. Ja. Ik had al zo'n vermoeden. Dus ja, dat vind ik heel erg leuk. En ja, ik ga nu mijn vlog is trouwens uploaden van de diploma uit gisteren. Ik ga nu even Glee kijken. En dan zie ik jullie straks. Oké, guys. Misschien was het een beetje een rare einding. Maar ik heb verder deze avond niks gevlogd. Omdat ja, ik was gewoon heel moe. En ik heb allerlei dingen gedaan. Ik ben nog met YouTube video's bezig geweest. Die ik gewoon ja, niet wilde uploaden en zo. In ieder geval, ik hoop dat je deze vlog leuk vond. Ik geef deze video een thumbs up en ik zie jullie gauw weer. Bye!